Hallo iedereen, het is vandaag vrijdag 26 januari en guess where I am. Ik ben terug in mijn geliefde stad Barcelona en ik ben met Nathalie op de achtergrond. En we zijn hier nu in onze Airbnb. Ik ga even een rondleiding geven. Dit is ons kamertje. We hebben dus een private room van iemand. Ik zal als dat mag van die mensen ook de living laten zien straks. En het voordeel is, we wisten dat helemaal niet, maar kijk wat er op de afstandsbediening staat. Netflix! Ja, Netflix. Hier is de badkamer. Don't mind the look, maar wij zijn, het is aan het regenen in Barcelona, wat wel jammer is, maar gelukkig is dat maar voor één dag. Dit is de badkamer, kijk, chill. Regenhoesje, super mooi. Ja, ik zie het helemaal zitten. Jij ook? Ja, ik zie het. Ja, Nathalie maakt dus ook vlogs. Vlog Inception. Vlog Inception. Dus dit is de keuken die wij ook mochten gebruiken, maar dus op de Airbnb staat wel dat het een suite is. Maar we mogen hier dus ook in de keuken komen, heel ruim. Kijk hoe mooi het hier is. Oh, super mooie living. Super mooi die. Zo, dat is de living. Oké, dus dat was onze Airbnb en nu gaan we iets eten. We gaan waarschijnlijk naar Lulu, dat was een heel leuk zaakje. Ik heb leren kennen tijdens mijn Erasmus. Dus geniet van de sfeerbeelden. Doei! We zijn terug van een lunch bij de Lulu. Dat was heel lekker. Dan hebben we nog wat winkeltjes gedaan. En nu hebben we op de Airbnb een beetje gezeten en een film gekeken. 27 dresses. Het was aan het regenen. En nu is het gelukkig gedroogd. En gedroogd. Droger. En nu gaan we eten bij Marmelade. Dat is een heel leuk adresje. Dus enjoy de sfeerbeelden. We zijn terug op de B&B. We hebben heel lekker gegeten. We hebben fajitas gegeten. Als je dat zo uitspreekt tenminste. En dan een mojito gedronken. Nu gaan wij nog een film zien ofzo op Netflix. En morgen gaan wij een dagje shoppen. Want het weer is nog altijd wel wat bewolkt. Maar dat is ideaal dus. Dus ik ga nu de vlog afsluiten. Want er komen nog veel beelden van Barcelona. Oké, bye. Dus tot morgen. Oké, het is vandaag zaterdag 27 januari. En Nathalie is al bij de Starbucks geweest. En we gaan nu brunchen bij Brunch & Cake en daarna gaan we shoppen. We hebben wel goed geslapen, maar er was een beetje nachtlawaai helaas. Dus we gaan een beetje veel, al om 1:30 nog altijd mensen die aan het... Wie neemt er een douche? Ja, aan het douchen waren blijkbaar, maar ik ben er niet wakker van geworden, maar Nathalie wel. Voor de rest zijn we goed uitgeslapen en hebben we zin in de tweede dag. Tot straks! We hebben zo net gebruncht en was heel lekker, maar we zijn wel een beetje onderkoeld, want we zaten op een terrasje. We hebben het weer echt zwaar onderschat. Maar ja, en nu gaan we shoppen. Yay! We zijn nog wat gaan winkelen. Ik heb gewoon een t-shirt gekocht, want het is hier fucking koud. En Nathalie heeft een jas gekocht, want zij had het ook koud. En we zijn nog gaan eten. Een taartje bij Café Cometa. En nu zijn we bij Montjuïc. Ik ga even foto's maken, want het weer is nog wel keigoed. En dat uitzicht is ook kei mooi. Dus, talk to you later. Op de Avenida Diagonal en we gaan eten, maar we zijn een beetje laat, want we waren een halte eerder af uit de vroeg te laat afgestapt en dan moesten we terug. Hopelijk is er nog plaats, want we hebben niet gereserveerd. Goedemorgen, het is vandaag zondag de 28e en wij zijn onderweg naar Picnic. Dat is een heel leuk tentje om te brunchen. En het is eindelijk mooi weer, ik heb een kleedje aan en we gaan naar de zee straks. Dus er staat een leuke zondag op de planning.
Oké, we hebben daarnet, daar straks brunchen bij Picnic. Ik had pancakes, heel lekker. En Azalie had iets met kip. Dan zijn we naar het Picasso Museum geweest. Ik heb daar wel wat gefilmd, maar er stond op wat dat niet mocht. Dus ik dacht, ik laat die beelden eruit. En nu zijn we aan de Arc de Triomphe waar we foto's hebben genomen. We hebben zelfs een gast tegengekomen en die maakte Polaroids. Dus we hebben daar twee Polaroids laten maken. En nu gaan we nog naar het park. Daarna gaan we afspreken met een meisje dat hier op stage is. En dat is een meisje uit Frankrijk, Mathilde heet ze. Maar voor nu gaan we dus nog even een parkwandeling maken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag de 29e en wij gaan nu brunchen bij Alsoer Café. En daarna gaan we naar Parkwel, daar heel mooie foto's maken. En dan gaan we ook nog naar de bunkers. Dat is een heel mooie plek waar je een uitzicht hebt over Barcelona. Oké, het is bijna 3:30. We zijn naar Parkwel geweest en nu, dat was heel leuk, hè? Aha. Leuke foto's en nu zijn we super hoog, want we zijn bij de bunkers. Super mooi uitzicht, maar wel heel vermoeiend. Deze conditie, though. Ja. Het is, hoe laat is het? Iets voor 10. En wij hebben nog heerlijk gegeten bij Flex & Kale. Ik had tacos. Als afsluiter hadden we een dessertje. Nathalie had een brownie met aardbeienijs. En ik had een cake met peer en walnoten, denk ik, en chocolade. Dat was heel lekker. En nu gaan wij dus onze koffer pakken. Dus nu zeg ik slaap wel en tot morgen. Hallo iedereen, het is vandaag onze laatste dag in Barcelona. Het is Nathalie of ik, het is dinsdag. En wij staan hier nu bij een mooi kunstwerk. Het zijn zo allemaal foto's. En dan uiteindelijk heb je dus twee lippen die elkaar kussen. En we hebben ondertussen ook een nieuwe zonnebril gekocht, allebei. Mooi, hé. Van bij een Barcelonese... Oh, mijn haar. Bij een Barcelonese winkel. Allee, een Barcelonese merk, ja. En we gaan weer foto's maken. En dan gaan we naar... Plaza Real. Oké, we hebben lunch bij Tropico. Was lekker, maar wel veel. Ik had een pannenkoek met ei en cream cheese. En nu zijn we bij de Sagrada. Time to take some pictures. Hallo iedereen, ik ben sinds gisteren terug van Barcelona. Na de Sagrada zijn wij nog... niet weggaan. Oh. Dan zijn wij nog bij Shop Donuts gaan uithalen. Daarna heb ik dus nog schoenen gekocht die al heel lang op mijn verlanglijstje stonden. En ik dacht van ja, ik ga gewoon beter een shoplog laten zien van de dingen die ik heb gekocht. Dus om te beginnen, de schoenen zijn deze Nike Air Maxen. Ik vond die nergens in Antwerpen. En we kwamen vrijdag aan in Barcelona en ik zag dat dus die schoenen staan in een 38,5. En ik heb normaal een 38, dus dat was zo een nip. Maar ze konden die dus laten overkomen van een andere winkel in Barcelona.
Barcelona, maar wel pas tegen dinsdag. En ik zou op dinsdag ook terug naar België gaan. Dus gisteren was dat zo heel spannend afwachten voor het telefoontje van gaan ze nog bellen of niet. En ze belden wel nog op tijd om te zeggen dat ze de schoenen binnen waren. Ik heb ze dan gepast en dan maar meegenomen en zijn er echt super blij mee. En ze waren in de solde, ze waren nog 85 euro in plaats van 140. Dus dat is helemaal meegenomen. Het tweede item dat ik kocht is een nieuwe zonnebril. Ik wil al heel lang een nieuwe zonnebril. Ik wou al heel lang een nieuwe zonnebril. Van het merk Visionario. Het was nog 53 euro, maar ik heb eigenlijk echt geen deftige zonnebril aan. Mijn zonnebrillen komen van mijn Genève of de Zara. En ik dacht, waarom niet? En heb ik ook een leuke herinnering aan Barcelona. En eindelijk is een deftige zonnebril. En als laatste heb ik nog een ander accessoire gekocht, namelijk dit tasje. Ik had dat al op de site van Uterk gezien. Dat is ook een Spaans merk, dus dat is niet bij ons te verkrijgen, tenzij dat je het online bestelt. Dus ik had dat al gezien op de site in zwart. Ik vond dat mooi en ik wou dat nog eens bekijken, maar dat was dus af de site gehaald. Dus ik dacht, oh, is het al uitverkocht. En toen kwam ik in Utrecht binnen en toen stond daar alleen nog maar de oranje variant. Maar ik dacht, ja, zwarte handtassen, ik heb er denk ik 3 of zo. Dus op zich zwarte handtassen genoeg. En ik vond oranje ook wel een mooie kleur. Ja, mooi bij jeans. Deze was ook in de solde. Die was 40 in plaats van 100. Dus dat is daar ook 60 euro af, wat echt wel moeite is. Dus ik ben er heel blij mee. En het is een tasje om crossbody te dragen. Ideaal voor de komende lente, zomer, eigenlijk heel het jaar door. Ja, dat is het einde van deze vlog. Ik ben heel blij dat ik nog eens in Barcelona ben geweest. Ik hoop dat ik er snel terug naartoe kan gaan, want het voelde echt als thuiskomen. En mijn volgende vlog zal waarschijnlijk eentje zijn vanuit Budapest. Als jullie het een leuke vlog vonden, abonneer dan zeker op mijn kanaal en like deze video of laat een reactie achter. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren met tips en leuke adresjes in Barcelona. En dan zie ik jullie snel weer. Bye!